vrienden. Het is dag 2 van de halve marathon van Den Helder. Ik ben er nog niet heen gegaan, want die start hoef ik 1, 2, 3 niet te zien, weet je. Want het is zo chaotisch en zo druk. Dat als ik daar tussen verzeild geraakt met mijn scootmobiel, nou. Dat hoeft voor mij ook niet. Ik zoek gewoon punten hier en daar op. Ik hoop dat ik dat kan vinden. Ik ga straks als eerste naar de dijk. Want over de dijk komen ze ook weer terug, weet je. Het is vandaag dus zondag. Het is 14 april. Het is 12:36. De zon die schijnt, maar het is wel koud. Het waait, er staat een stevige wind. Dus ja, maar in ieder geval geen sneeuw. Zoals gisteren kregen we sneeuw en hagel. Ja, nou, ik heb liever die zon. Ja, wat is eraan? Ik weet het. Dus ja, ik ga nog even lekker genieten van een bakje koffie. Maar ik wens jullie ook als eerste nog een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En ik hoop dat we met z'n allen veel plezier mogen gaan beleven vanmiddag. Ik zou zeggen, tot later. Tot dan.
nee, zoals jullie zien komen de eerste zelfs alweer binnen, terwijl ze om 12 uur gestart zijn, hè? Ja, ja, hoe laat leven we eigenlijk? 12 minuten over 1, dus kan je nagaan. En dit zijn de hardlopers. Wanneer komen de fietsen? Weet u dat ook? Dat weten we niet. Ja, want dat is ook vandaag. Ja, denk ik ook. Ze kunnen moeilijk in elkaar vaarwater gaan. Dus ja, de hardlopers die doen hun het best. Nog een stukje! Ja, en oom en tante agent die staan daar. En nog een, verkeersregelaar. Komt er nog eentje aangehuppeld. Nog een klein stukje. Ja, goed. Ik weet toch maar gaan dat er nog ouderen meedoen, hè? Ja, ja. Ik zou het niet kunnen. En vooral na afgelopen woensdag momenteel even niet. Nee, toen had ik een kopstaartbotsing. Ik sta stil in de winkel en een meisje met zo'n kar. In plaats dat ze hem trekt, duwt ze hem. En het moet getrokken worden. Maar zij duwde hem met een noodgang tegen mijn booster op. Nou ja, ik klap naar voren. Hup, 1, 2, 3, 4, hup. Nog een stukje. Doet u ook mee? Geen gehoor. Doorgaan maar. Een klein stukje. Goed zo. Maar meestal, als je het einde in het vizier hebt, dan krijg je het lood in de schoenen. Ja, dan word je moe hoor. Nou, ik zou zo niet over straat willen gaan rennen. Nee. Die legging die schijnt er door tot de nek. Ja, bij elkaar blijven dan, hè? Nee.
Ja. Met succes over de winnen zullen we dus bij elkaar blijven. Zo simpel. Ja, je hebt ook natuurlijk laters, hè. Die laat zijn gestart, die komen ook het laatste binnen meestal. Ja, ja, gaat goed zo. Oh, dus de jury of zo? Staat erop, zijn meisje. Jury. Oké. Ik weet niet dat er een jury aan te pas kwam. Ja, ze staan toch maar weer paraat voor jullie. Ja, het staat toch veel, maar het komt wel op YouTube hoor. Sorry hoor. Kom op, hè. Kom op, wat gaan jullie hard, man. Ja, maar ze gaan zeker hard. Ik bedoel, 12 uur zijn ze gestart. En nou op de binnen. Ik zou het niet na kunnen doen. Ook al zou ik gezond wezen. Ja, maar daar wonen ook goede lopers. Als je net zo goed wil worden, moet je meer trainen. Ja. Dan mogen de auto's weer even rijden. Er is er nog eentje aan het hardlopen, maar die doet niet mee. Die loopt daaronder aan de dijk. Die gaat ook wel zo snel. Oh nee, die doen wel mee. Kijk, ze komen. Aha, kijk, 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 ze komen daar vandaan. Dat zie ik nou. Dus die hele dijk over. Aan de andere kant, langs de zee. En dan onder de dijk aan deze kant weer langs. Hier naar de oversteekplaats. Daar. Op de hoek. En dan oversteek je hier naartoe. En zo weer naar Willemsoord. Oftewel Cape Holland. Oftewel de oude Rijkswerf. Nou, even zwaaien nog. En lachen. Wow, mooie motor.
gezien of eens wat, hè? Zolang de weg staat te gluren, zie je ook nog mooie motors. Staan we erop? Ja. Heel goed. Komt op YouTube. Ja, alles wat er langs komt, lang in de camera, dat staat erop hoor. En op afstand hoef ik de gezichten niet te wissen, want die zie je niet. Die herken je niet op afstand. Dus ik had heel dichtbij. Buiten mag ik alles filmen, behalve als er een kind erop komt, moet ik dat kind, dat gezicht ook weghalen. Of ik moet toestemming krijgen van de ouders. Er zijn natuurlijk ook hele familievlogs. Vloggen ook, en dan komen de kinderen er ook op en die interesseert het niet. Ja. Gezellig, ja. Die rent maar op de stoep, die denkt ook veiligheid gaat boven alles. Doe je goed. Ja, mag niet, die kant op, die kant op. Ah, ja. Allemaal de andere kant om. Allemaal de andere kant om, want ze mogen niet Den Helder deze kant op. Nee, dat mag lekker niet. Andere kant op. Ja, Ayula, hoep, die kant op, wordt er gezegd. Die zou even rechtsaf slaan, dan moet het linksom, allemaal wat linksom gestuurd, behalve de bussen. De bussen die mogen door, die zitten op een busbaan. Fietsen die mogen denk ik ook door, ja, fietsen mogen gewoon door. Auto's die worden omgeleid, helemaal weer die kant op. En dan gaan ze helemaal eromheen. Kunnen ze weer Den Helder in. Het is even een stukje omrijden. Maar dan kom je toch ook wel thuis. Er wordt erg geapplaudiseerd, maar ik zie het niet waar. Mijn vader die meedoet, wordt al gestuurd op papa. Hoe lang zijn we al rijden? Leuk gezegd, al die auto's terug te sturen. Gok, ik ook wel. Met je vingertje die kant op wijzen. Geweldig. Schitterend. Kind, kinder was doen. Goed zo, nog een stukje, volhouden maar.
geesten. Ja, dat is in principe hetzelfde dan geesten met het normale lopen, nu met het hardlopen. Dan heb je ook nog de fietsers. En ik geloof dat het vanmiddag ergens is, rond een uur of half vier. Maar ik weet het niet zeker. En ik zal je vertellen, het is koud aan de handen. Ja. Leuk hè, staan al die auto's daar en ze moeten allemaal de andere kant om. Haha, ik vind het even geweldig. Doorgaan. Die hoort me niet eens. Met de oordopjes. Goed zo, heren. Ja, nog eens. En jullie zijn binnen. Nou, die meneer die is duidelijk moe. Maar hij doet het toch maar. Ik vind het knap. Weer wat nieuws. Die naam ken ik nog niet. Oh, maar mijn neus loopt ook weer. Maar ja, ik kan de pret niet boeien. We gaan gewoon door. Nou. Dank u wel. Daar is de weg voor, hè, voor jullie. Het verkeer mag nou niet komen hier. Goed zo. Oh, dat zijn de eerste fietsers al, weet je. Dat fietser op. Oh, die gaan nu naar benen toe om te beginnen. Hij gaat zelf ook een fiets. Ja. Nee, maar ik kan wezen dat hij nou ook naar de start toe gaat. Ja, zo lijkt hij tegelijk. Oh, dat kan ook, ja. Ah, ik hoor wat bekend. Die Schoenbeek. Die Antilliaan, geloof ik. Met die die kennen het zo goed. Ja, maar die lopen er ook dan tussen. Om toch muziek bij te staan, hè? Ja, ja. Want ik hoor ze nou pas. Ik heb ze nog nou niet eerder gehoord. En ik hoor ze boven de draaiorgel uit. En de bovenste trekt ook weer. Die staat er gekleurd op. Zo. Gaat goed.
en de auto's die binnenkomen, die worden natuurlijk ook allemaal omgeleid richting de boten die kant op. Ja, goed zo! Toppie! Top gedaan! Even de hand weer zo, mijn linkerhand. Nou, ik moet die even zien om warm te krijgen. Gezellig zo, hè, langs de weg. Ja, wat ik al zei, het is roetje koud, mensen. Ei. Ja, kijk, daar gaat het fout. Oh, die zit toch door. Zo dan. Ha! Die, ja, kijk dan. Die, oh! Ja, met dat witte dakje. Die gaat ook even goed af, zeker. Oh nee, kijk. Ze gaan er allemaal af. Ja, mooi niet. Die kant om. Nou ja, je kunt toch noteren, hè? Moet toch even. Ze negeren de tekens van de politie en verkeersregelaar. Ja, er staat een boete tegenover. De politie staat erbij, notabene. De verkeersregelaar die zegt zo en zo met de vinger en het fluitje. Maar de politie staat er door in paal achter. En daar staat ook wel politie aan de andere kant. Jongen, ander. Kijk, die kant op. Goed zo. En dat horen ze niet, dat fluitje, joh. Niet iedereen heeft ramen open, hè? Maar ja, ze moeten opletten, de lui. Ja, goed zo. Ja, ik vlog. Ja, daarom. Daarnet, nou, ik zat eigenlijk meer op het verkeer even te letten, want die verkeersregelaar, die wordt gewoon genegeerd. Er ging er eentje die kant op, wat niet mag. Ze worden allemaal omgeleid. En ook degene die naar de Texelse boot moeten, worden ook omgeleid. Niemand mag hier langs. Nog een klein stukje, heren. Kijk die, dat is rennen. Zo dan. Weten jullie ook hoe laat dat fietsen begint? Met fietsen? Ja, hij is Roubaix. Geen idee. Op televisie.
Nee. Is hier ook fietsen? Ja. Okay. Ja. Is er ook een wielerwedstrijd? Gisteren hadden we het normale lopen, vandaag het rennen. Ja. En we moeten ook nog vandaag fietsen komen, zover ik weet. Die komen jullie niet. Kom op, hè. Oh, het laatste stukje even mee rennen. Oh, wat is koud. We gaan zo naar huis toe. Even nog een klein stukje door de stad even. En dan naar huis. En dan zal ik even op Google gaan speuren of er ook inderdaad het fietsen komt. Maar zover ik weet wel. En dat zou dan later beginnen, omdat het op de fiets is. Nee, is helemaal gedaan. En we hebben nou, dacht ik, zo wel genoeg gezien van het raflopen, toch? Ja, toch? Ja. En dan is het qua verkeer rustig, want dat is enkel wanneer die detector zo'n boot aankomt. Ja, dat lieve vrienden, we gaan die kant weer op. Ik zou zeggen, geniet verder via de GoPro even de rit. En ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn dus weer thuis. Ben alweer eventjes thuis hoor, een half uur ongeveer. Ja, nou ja, zoiets. Drie kwartier. Maar in ieder geval, ik heb al een bak koffie en een beker kuppa soep voor mijn neus dan. Want ik ben door en door koud. Frodo was natuurlijk weer blij en ik moet niezen. Oh jee. En dan hoest het gelijk. Nou, het gaat goed. Nog één nacht wordt je, hè? Ja. Maar in ieder geval, mag de pret niet drukken. Nee, ja. Nee, meneertje Frodo. Maar in ieder geval, ik was bezig aan het zoeken of er ook wielrennen kon. Nou, ik kan het helemaal niet vinden. Enkel maar lopen en wandelen, dus van gisteren en het hardlopen van vandaag. Het staat zelfs ook al op YouTube, niet van mij, maar van iemand anders. Wie weet ik veel. En ik ga er even naar kijken, hoe en wat. En er is in ieder geval één die als eerste binnen was. Ik weet zijn naam niet meer, het was een buitenlandse naam. Het kan wel een Nederlander wezen, maar met een buitenlandse naam. Maar het kan ook een buitenlander zijn, die hier woont of... hier naartoe is gereisd om ramee te willen deelnemen, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ook ik ga met de vlog bezig, dus ik heb het nogal druk. Het is 2:30 op die klok, klopt dat? Ja, 14:32, dus wat maakt dat uit? Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen en ik ga dat ook doen. Ik zou zeggen, tot later, doei.